ga lekker zitten, dames en heren. Ga lekker zitten. Goedenavond allemaal. Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. En er is net natuurlijk heel hard gedebatteerd. Rob Tripp was wat mij betreft de grote winnaar. Maar ik wil eerst even stilstaan bij de historische dag die het vandaag is. Goedemiddag. Er komt een einde aan zo goed als alle coronamaatregelen. Ja, de mondkapjes in het OV gaan eruit. De coronapas, testen voor toegang. Vanaf volgende week zijn het allemaal schimmen uit het verleden. Iedereen is dankbaar, maar niemand is zo dankbaar als Ernst Kuipers. Zitten we nu in het nieuwe normaal? Ja, we zitten absoluut in een gewoon veel gunstigere situatie dan lange tijd geleden. Zijn al die teststraten nog wel nodig? Dank. Dat is een onderwerp waarop we in gesprek zijn. Als het toch opnieuw een nieuwe variant is, of ja. Het toch opnieuw te ver uit de hand loopt in de ziekenhuizen. Ja, dank. Extra dank voor deze vraag. Waarom is er voor gekozen om daarvan af te wijken? Ook met een kwetsbare? Dank. Dank. Wat? Graag gedaan, Ernst. Maar wat een raar moment om nu nog iets nieuws toe te voegen bij de hopelijk laatste persconferentie ooit. Dat een beetje alsof je zegt, ja, dat het lijkt alsof die gebarentolk op mijn schouder staat. Nee, Ernst, dank. Dank. Het is ook wel een beetje gek hoe dit eindigt, toch? Na 2 jaar. Gewoon op een doodgewone dinsdag, een beetje achterloos tussen de middag, vertelt Ernst Kuipers even dat de grootste crisis van ons leven voorbij is. Terwijl ik denk, laten we er even van genieten, toch? Dat is ja. Zo, klaar, want het is oorlog. De regeringsleiders van Polen, Tsjechië en Slovenië die zijn vandaag als steunbetuiging naar Kiev afgereisd. Per trein. De trein naar Kiev. Dat lijkt me lekker rustig. Die mensen die hebben niet hoeven staan, denk ik. Ja, maar zul je zien, zit je lekker, gaat de premier van Polen alsnog recht tegenover je zitten. Gast, die coupé is leeg. Gaat hij ook nog een mandarijntje pellen en een rijstwafeltje eten, even bellen op de speaker. Oh! Nou, intussen is er op de Russische staatstelevisie de laatste dagen iets meer ruimte voor kritische geluiden. Iets. Demonstranten worden gewoonlijk niet getoond op de staatstelevisie. Maar deze konden ze niet tegenhouden. Geloof de propaganda niet, staat op het bord. Jullie worden hiervoor gelogen. Snel wordt het volgende onderwerp gestart. En de redacteur Marina wordt aangehouden. Wat dapper van deze vrouw. Vind ik echt dapper. In Rusland mag je niet zeggen wat je wil. Maar bij de NOS volgens mij ook niet. Want die zonden namelijk een verklaring uit van deze vrouw. Maar ze kon het niet echt afmaken. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали. De Europese Unie komt. What the fuck, NOS? Ze was nog niet klaar. Je wordt echt monddood gemaakt daar. Harmen Sisse, Henny Stoel, where are they now? Nou, volgens Amerika hebben de Russen trouwens China om wapens gevraagd. Dat klinkt niet goed, maar ik heb zelf ook wel eens iets uit China besteld. Ja, en je weet hoe dat dan gaat, hè? Dan bestel je zo'n raketlanceerder, of zoals ze het op die website noemen, legerkruisraket, vluchtaansteker, aluminium lancering, rocketmodel voor vlucht, outdoor oorlog, aanval, verdedigingslaunch voor mannen, unisex soldaat. 12,50, geen geld. Ja. En dan komt het na 2 maanden aan, krijg je dit. Dus ja. Ja, je kan er net niet wat van zeggen, want het is het wel. En wat ga je doen? Ga je terugsturen voor dat geld? En naar wie? Nou ja, oké. Dan nog even naar Nederland, want het is dag 2 van de gemeenteraadsverkiezingen en niemand weet hoe lang het nog gaat duren. Je merkt het op straat. Ik was een half uur te laat op mijn werk omdat ik alle flyeraars probeerde te ontwijken. Ik zou eigenlijk willen pleiten voor een no-flyer zone, maar ja, heb je zo een derde wereldoorlog. En een paar procent van de mensen is al naar de stembus gegaan. Uitslovers! Maar de meeste mensen die gaan morgen stemmen. En er wordt alles aan gedaan om iedereen naar de stembus te krijgen. Zoals in Velsen. Daar kun je ook stemmen als je een visuele beperking hebt. Nou, dat is gelukt door middel van op het stadhuis een stemmal te laten maken. En een soundbox. En via de soundbox kunnen ze horen welke partijen zijn en welke kandidaten er zijn. Ja, een topinitiatief. Maar ik ben wel benieuwd, gaan ze dan het hele stembiljet voorlezen? Het zijn meer dan 100 namen. Ik bedoel, ik hoop voor die mensen dat ze er wat leuks van maken. Tot zover de kandidaten van de PVV. Je luistert nog steeds naar Stem FM. Straks lijst 8, maar nu eerst Queen met Radio Gaga. Nee, dat was een grapje, jongens. Stop maar.
En bij de gemeente Montferland richten ze zich juist op mensen die extreem goed kunnen zien. En ik roep u op om te gaan stemmen. En dat kan in onze mooie gemeente op tal van plaatsen. Maar liefst 22 stemlokalen verspreid over de hele gemeente. Oh, daar! De opkomst in Montferland die bestaat tot nu toe uit twee buizers en een havik. Slecht nieuws voor de muizenpartij. En in Maastricht willen ze de mensen die geen Nederlands spreken bij de verkiezingen ook erbij betrekken. Op YouTube pitcht de lijsttrekker van de partij Reset zijn visie speciaal in het Engels. Of nou ja, grotendeels in het Engels. Unfortunately, at the moment our democracy is a kind of dictatorship where the gemeente makes plans and the wethouders sell those plans to us. In a perfect system, the gemeenteraad should be your representatives. Local representatives, such as the buurtraden, we also want to give support to the initiators of a burgerinitiatief to defend their initiative in the gemeente or the gemeenteraad. Het is heel tricky om de cruciale woorden in het Nederlands te doen, hè? Er was dus ongeluk bij de kerncentrale, so you should now weggaan immediately, otherwise you get kanker from the straling. Gevaarlijk. Oké, op wie de mensen hebben gestemd, dat horen we pas morgen. Want nu willen mensen dat vaak nog niet zeggen. Tenzij er heel goed wordt doorgevraagd. Wat gaat u stemmen? Nou, vind ik eigenlijk wel leuk om dat voor mezelf te houden. Waarom? Oh, nou ja, dan zeg ik op de SP. Dit is niet iemand die heel goed geheimen kan bewaren. Gaat u vreemd? Nee. Waarom niet? Met Michel. Bij het stembureau is je stemgeheim gelukkig wel goed bewaard. Dat is overal zo, maar al helemaal als je in Groningen gaat stemmen. We kunnen absoluut niet zeggen wat ze stemmen en hoe ze stemmen. Het zal me ook allemaal onderuit. Weet mijn politiek interesseert me niet, hoor. Zeg dus de voorzitter van het stembureau. En hij is dan nog de voorzitter. He, kun je nagaan hoe betrokken de andere leden van het stembureau zijn? Ik heb jij net even in de stemkliko gescheten. Toch fijn dat je er bent, Fokko. Heel fijn. Nou, een van de grote thema's bij de lokale verkiezingen is verkeer. Zo ook in Zeeland. We luisteren even naar Elias en Jeannette. Of nou ja, vooral Jeannette. Dit is Elias en ik ben Jeannette. En ik hoop en verwacht dat de verkeerssituatie veilig aangepast wordt door de nieuwe bestuurders. Maar... Hey, leuk Jeannette, maar waar is Elias? En ook de VVD in Drimmelen die houdt zich bezig met auto's die te hard rijden. Een kandidaatraadslid die ging op pad met een snelheidsmeter om het probleem in kaart te brengen. Danique Hoeven, ook kandidaatraadslid hier voor de VVD. Je bent al de hele ochtend aan het meten. Heb je al wat uitschieters gezien? Nou, we hadden er net een van 72, maar verder zie je dat zo rond de 59, 62 ligt. Dus niet 50 in ieder geval. Nee, en het mooie van deze mevrouw is, ze registreert het probleem niet alleen. Ze doet er ook echt iets aan. Jullie noemen dit ook wel een beetje de racebaan van de gemeente Drimmelen. Ja. Dames en heren, dit was vandaag. Straks onthul ik welk vlees in de bonus is. En ben dit te gast. En eerst nog even dit. De Avondshow presenteert Oma's aan het werk. Aflevering 1, de vakkenvuller. Om alles nog eventjes te spiegelen en te... Play. Ja, en dat kan ik natuurlijk weer niet oprapen. Dus dan schub ik het maar even aan de kant. Dit was Oma's aan het werk. Aflevering 1, de vakkenvuller. Vond je dit een leuke video? Bij NPO Start kun je meer afleveringen zien. En wist je trouwens dat het YouTube-gebouw vlak naast het NPO Start-gebouw staat? Wedden dat ik er eerder ben dan jij? Wedstrijdje, NPO Start!